Welkom bij Madagascar, de eindbaas. Ja, eindbaas. Oké. Okay. En die is toch wel echt het moeilijkste, denk ik. Grab the power cord. Oké, wat heb ik dan ook alweer? Good luck. We're gonna defeat the Fusa. Here, kitty, kitty. Tegen de echte eindbaas, zie je? We hebben problemen. We gaan hem niet op dit terrein verslaan. Ja, de grootste vos die ik ken. Oh, this is just great! I'm trapped and now I've got to take on the Fusa leader. What is he doing with all of those durians? Hoe verzin je het om vieze struikballen op te eten waardoor je stinkadem krijgt? Hoe verzin je het? That is just wrong. Oh fijn, ik heb geen manoene meer. Dus ik kan ze ook geen lesje leren. Oké, dat is dat. En nu ga ik echt het ergste wat ik heb gezien. Oh, kijk dan. Hele veel muntjes. Ja, dan is dat hier. Oh, dat moet pijn doen. Ik heb bijna medelijden met hem, hè, John. Als hij ons niet wilde vermoorden. Leeuw versus vis. Ja, zo ga ik denk ik deze titel noemen, de laatste. Nee, ik ga hem gewoon Carnabos noemen. Maar ik ben van plan bij elke beschrijving een speciaals neer te zetten. Dat is wat jij doet bij die Paper Mario Watch of van jou, weet je wel? Zet je bijvoorbeeld terug naar Totaal of Mario Conversatie. Mario versus, dan weet ik wel hoe die heet. Kijk, als die nu niet zo gevaarlijk was, dan kan ik hem gewoon echt lekker even zijn doodsspel geven. Oh, 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 jij gaat. Bye bye. En ik ben hier de koning. Oké, dit hoeft nog maar volgens mij. Nog maar 3 klauwen heeft hij nodig. Volgens mij nog maar 2. Maar... ja, ik weet het er nou niet. Dan ben ik blij dat de tiki levens voor 2 tellen. Oh, au, dit gaat niet goed. Oh, kom op, kom op, kom op. Jij, stinkbom. Hij is een stinkbom. Nogal de stinkbom. Ik heb nog een paar klauwen. Yes! Dat is goed. Daar heb ik deze variables gewoon nooit moeilijk gevonden. I'm still the king. Take that, you mangy Fusa. De Fusolfante noemt hij het. Fusolfante. Komt hij van zijn bloed terug? That'll show you to mess with the zebra. Marty, what are you doing here? Saving you. What does it look like? Yeah, nice work. I am so glad to see you, Marty.
I'd say we tie this jump up and give him to the penguin. They'll know how to keep him out of trouble. Oké, ik had de kamer zo, dat is altijd een heel behoorlijke. Maar dan zie je de tekst beter. Giant, for what you have done, we will never forgive you. Vuil, een fijne puinhoop. Ongeluk. Forget you. Prestatie. That's what I said. Dat is wat ik zei. Ja, dat zei jij natuurlijk, zei jij dat. Oh, I'm really going to love you, little guy. Me too. My immune system is starting to get used to the indigenous bacteria in all your fur. With their leader defeated, our people are now free to ravage the land of anything edible. I hereby pronounce the party celebrating the preparations for the party honoring our liberators to begin immediately following the free parties. Ik heb de minigames al gedaan. Free party! Well, it's good to be back together again. Ik zet hem even zo. Giants, your friends away. Impressive work back there, soldier. Yeah, thanks for your help, but I thought you guys waddle off to Antarctica. Antarctica. Nothing but a bunch of ice. Well, looks like we arrived just in the nick of time. Great meeting you, lemurs. Lemurs. Well, Maurice, everybody happy. Once again, I have saved the day. Of course, your majesty. Kom in credits? Ja. Credits zijn zo saai. Ja, dat zijn ze. Dit lijkt me echt op die eindbaas van de echte film van Gaskar. Ik vind het zelf. Het is ook van dit soort dingen dat iedereen op het gaat. Wat is dat? Om het weer wat zachter te zetten hoor. Ik krijg hem alleen iets zachter. Ja, ik wil nog even, hoe heet dat, Angry Birds doen. Dat heb ik namelijk nog niet af. En daar heb ik nog zo'n 10 minuten voor over. Dus ik ben gewoon precies genoeg. En het is echt wel koud. Ja, ik kan straks mijn laatste kwart van Angry Birds maken. Thank you.
dan nog steeds wat die apen hebben. Een tik. Oké, ik zag een mail binnenkomen. Wat fijn, dit is van de gastkar voor vandaag. Nou, doei!